Geliefde gemeente en allen die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze dienst. Op woensdag 22 november is overleden onze broeder van Bruksvoort in de leeftijd van 81 jaar. De mogelijkheid tot condoleren is op woensdagmorgen 29 november van 9:45 tot 10:15 in ons kerkgebouw. Om 10:30 vangt de dienst van woord en gebed aan. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op begraafplaats de Munnikenhof. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing van morgen is uit het boek Rut, hoofdstuk 1, met als thema Op weg naar verlossing. Mededeling namens de kerkraad, een huwelijksaankondiging. Vrijdag 1 december hopen Arthur van Dijk en Wendy de Kroon te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 4:30 's middags in de hervormde kerk aan de Ooijse straat 1 in Echteld. Toekomstig adres wordt Groenplaats 8 in Veenendaal, dat is wijk 4. Zoals u weet heeft dominee Van der Ree een beroep ontvangen vanuit de CGK-gemeente van Nunspeet. We willen u vragen dit in uw gebed en in jullie gebed mee te nemen, zodat de weg van onze God voor dominee Van der Ree duidelijk mag worden. De koffieochtend die gepland was op woensdagmorgen gaat niet door in verband met de begrafenis. Dinsdagavond 28 november hoopt Bijbelkring Berea weer bij elkaar te komen. Dit was vergeten op de zondagsbrief gezet te worden. Aanvang is 8:00 en het thema is de linnengordel en de gevulde wijnkruiken. Dan nog een bericht over de voedselbankactie. Tot en met maandag 4 december kunnen nog tassen worden ingeleverd voor de voedselbankactie. Dit wordt dus de laatste actieweek. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd. En als laatste nog de pnio-veiling. De pnio-veiling van afgelopen vrijdagavond heeft het mooie bedrag van €19.000 opgebracht. Een groep ondernemers uit onze gemeente heeft de toezegging gedaan om het veilingbedrag te verdubbelen. Dus dan wordt het totaalbedrag €38.000. En we zijn heel dankbaar voor dit mooie bedrag. En ook dank aan allen die hebben meegewerkt aan deze mooie avond. De collecte. De fysieke collecte in de dienst is bestemd voor pastorale activiteiten en zending en evangelisatie. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. Graag bij voorkeur maandelijks overmaken. We gaan nu zingen de schoolpsalm, psalm 130, vers 2. En de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, mag ik u vragen om indien mogelijk te gaan staan. Afgelopen woensdag 22 november is onze broeder Herman van Bruksvoort overleden. Hij heeft de leeftijd van 81 jaar mogen bereiken. Zijn gezondheid was de laatste jaren niet zo goed. Daarom moest hij regelmatig naar het ziekenhuis voor behandelingen. Vorige week kreeg hij plotseling een herseninfarct en een insult. En de gevolgen daarvan waren zo groot dat al snel duidelijk werd dat hij daaraan zou overlijden. Onze broeder hield zich vast aan de Heere, die een vaste burcht is, ook al kende hij ook twijfels. Psalm 42, vers 7 sprak hem in het bijzonder aan, omdat hij zo graag wilde dat het oude vertrouwen weer zou mogen komen. Laten we hem dan ook gedenken met deze psalm, Psalm 42, en daarvan het zevende vers. Gemeente, wij luisteren naar de wet die God ons geeft, dat wij ons leven daarnaar zullen richten. En wij willen met elkaar antwoorden met Psalm 86, daarvan het achtste vers. Als wij in de wet ook onze zonde leren kennen, maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade, die ons behoedt.
Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Zullen wij eerst met elkaar bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Wij willen onze dankzegging danken dat Bente Averink, Marshallstraat 5 in Zetten, weer thuisgekomen is uit het ziekenhuis nadat ze daarin was opgenomen vanwege het RS-virus. Wij danken ook dat broeder Jan Budding van de Cunieraweg 421 in Renen weer thuisgekomen is uit het ziekenhuis en thuis verder mag herstellen. Wij danken voor de geboorte van Elin Talita, roepnaam Elin,
op 20 november, dochter van Daan en Mathilde Moerdijk-Herens, Lucretia van Merkelaan 68. In de voorbeden willen wij denken aan het huwelijk van Arthur van Dijk en Wendy de Kroon, dat, als God het geeft, in de aankomende week zal worden gesloten. Wij willen bidden voor hen om een gezegende dag en dienst. Wij denken in onze voorbeden ook aan broeder en zuster van de Bovenkamp Vonk van de Morgenster 2. Afgelopen dinsdag 21 november overleed hun schoondochter in de leeftijd van 58 jaar. We denken aan broeder Schoeman van de David Tenierslaan 152. Die maandag zal starten met een serie bestralingen vanwege longkanker. Was eerst een operatie gepland, maar vanwege een zwak hart kan hij dat niet ondergaan. We willen ook bidden voor broeder en zuster Van Dijk van Bruksvoort van de Goudvink 75 in verband met het overlijden van hun broer en zwager, broeder Herman van Bruksvoort. En we willen ook bidden voor de dienst op de markt, waarin vanmorgen dominee Mulder hoopt voor te gaan. Een aangepaste dienst voor onze gehandicapte broeders en zusters. Laten wij bidden en danken. Heere getrouwe God en Vader, uw goedheid en uw milde weldadigheid, die is over ons uitgestrekt. Heere, dat mogen wij zien vanmorgen. U heeft ons hier in de kerk gebracht. We hebben van u de gezondheid ontvangen om hier te kunnen zijn, om elkaar te ontmoeten vanmorgen. En om ook samen de lofzang aan te heffen op uw heerlijke naam, die inderdaad zo vol van goedheid is. Heere, wij danken u dat we dat mogen doen en dat we van u dit moment ontvangen en deze zondag ook ontvangen als een geheiligde dag. Een dag die anders mag zijn dan andere dagen, waarop we ons werk doen, waarop we onze afspraken en verantwoordelijkheden hebben. Maar Heere, vandaag mag alle aandacht uitgaan naar u en naar uw dienst. Vandaag roept u uw gemeente samen, Heere Jezus. In alle delen zoals die er is, met alle gaven die u daarin ook geeft en die ook in en rondom deze dienst mogen worden ingezet. En Heere, dan willen wij uw heerlijke naam loven en prijzen voor zoveel onverdiende goedheid, want onverdiend is het, Heere. Wij moeten voor u belijden dat ook in de afgelopen week wij gezondigd hebben in vele dingen. Hier ook in de afgelopen week hebben wij onze schuld groter gemaakt die we hebben ten opzichte van u. Heere, u geeft ons elke dag het leven en dat heeft u ook van de week willen doen. Maar hoe hebben we het besteed? Hoe hebben we onze levenstijd doorgebracht? Heere, wij bidden u om de vergeving van onze zonden en de verzoening van onze schuld. Neemt u het genadig weg. Heere Jezus Christus, reinig ons in uw bloed, in het volbrachte werk dat u aan het kruis hebt volbracht, opdat wij rein zijn voor uw Vader. Want Heere, ook als wij mogen leven van uw genade, dan moeten wij ons altijd weer opnieuw verootmoedigen voor u. Want de duivel zit immers niet stil om zoveel mogelijk ons te beïnvloeden en te verleiden tot zonde. Heere, wij willen u ook bidden of u uw zegen aan ons wil geven. Als we vanmorgen de kerk zijn binnengekomen of als we thuis de dienst mee beluisteren. En we dan ook het verlangen hebben, Heere, dat u tot ons spreekt. Als dat de gesteldheid van ons hart is. Heere, kom dan naar ons toe. Geef dat we vanmorgen dan mogen schuilen bij u. En dat uw evangelie voor ons zal spreken. Open ons hart, Heere, om dat ook te ontvangen. Wees u ook bij ons als we dat verlangen zo niet hebben vanmorgen. Misschien dat we wel uit gewoonte naar de kerk zijn gekomen. Dat we met tegenzin hier zitten.
Heer, maak het anders. Geef dat we vanmorgen u zullen zien. En laat uw woord ook krachtig mogen zijn. Zodat we daaronder verbroken worden. Zodat we daarin uw liefde mogen zien. Die er ook is voor een ieder van ons in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, Heer. Zo mag het ook vanmorgen verkondigd worden. Heer, wij bidden u voor hen die niet konden komen vanmorgen. En die thuis op afstand verbonden zijn. Heer, wilt u ook hen uw zegen bereiden? Als we te maken hebben met ziekte, misschien ook al wel langdurig. Of als we te maken hebben met de moeite van het ouder worden. Wees u onze hoop en kracht. Heer, wij bidden u ook voor hen die vanmorgen niet wilden komen. Die er bewust voor hebben gekozen om maar niet te komen. Om misschien ook al wel lange tijd niet meer naar de kerk te komen. Heer, we bidden u voor hen. Wilt u ze weer aan uw voeten brengen, Heer Jezus? Met uw Heilige Geest. U kunt toch hen ook bereiken, ook als wij hen misschien niet altijd meer kunnen bereiken. Maar wilt u ze aan uw voeten brengen en ga uw weg met hen. Heere, wilt u ze ook stilzetten als ze eigen gekozen wegen gaan aan u voorbij. Heere, wij danken u dat Bente Averink mocht terugkeren uit het ziekenhuis. Wij danken u, Heere, dat ze nu weer thuis mag zijn en wilt u ook bij haar zijn met alle broosheid van haar gezondheid? Ontfermt u zich over haar en over haar ouders? Wij danken u dat broeder Jan Budding thuis kwam uit het ziekenhuis. Wilt u hem verder herstel geven? Weest u ook hem nabij. Heren, wij willen u danken voor de geboorte van Elin. En het gezin van Daan en Mathilde Moerdijk. Heren, wij danken u dat nieuwe leven hebt gegeven en wilt u de ouders ook alles geven wat nodig is. Als ze van u de verantwoordelijkheid krijgen om dit kind groot te brengen, om ervoor te zorgen en om dat ook te doen, Heren, voor uw aangezicht. In de vreze des Heren. Heren, wij bidden u voor Arthur van Dijk en Wendy de Kroon. Als zij in de aankomende week in het huwelijk hopen te treden, wilt u hen nabij zijn. Geef dat ze een blijde en een mooie dag zullen ontvangen uit uw hand. En dat ook de dienst tot hen mag spreken, Heren, dat uw evangelie ook met hen mee mag gaan op hun weg samen. En zegent u hen samen op die weg. Heren, wij willen u bidden voor broeder en zuster van de Bovenkamp. Nu ze het verdriet meemaakten van het overlijden van hun schoondochter. Heren, wat een slag is dat. En we dragen hen op aan uw genadetroon, Heren God. Wilt u toch troosten in dit grote verdriet dat gekomen is? En weest u hen nabij, Heren. Geef dat ze in alle donkerte en in alle rouw u, Heere Jezus, mogen zien en zich aan u mogen vastgrijpen. U die de dood hebt overwonnen en die krachten geeft. Heren, wij bidden u voor broeder Schoeman. Als hij deze week begint met een serie van bestralingen. Heren, weest u hem nabij. Geef dat hij kracht mag ontvangen bij u vandaan om dat ook alles te ondergaan. En wilt u geven dat de behandeling ook gezegend mag worden? Wilt u geven dat zijn situatie daardoor ook mag verbeteren? En weest u hem ook nabij. Heren, wij bidden u voor broeder en zuster van Dijk van Bruksvoort. Nu in de afgelopen week hun broer en zwager is overleden. Heren, wilt u hen vertroosten in dat verdriet? En wij bidden u, Heer, of u ook anderen die troost wil geven, die hem gekend hebben, die met hem hebben meegeleefd. Heren, wij bidden u of u ook wil meegaan in de aankomende week als de begrafenis zal plaatsvinden. Wilt u dan ook ondersteunen en krachten geven? Heren, wij bidden u voor de dienst op de markt, waar dominee Mulder in mag voorgaan vanmorgen. Wilt u ook daar uw zegen geven? Laat ook dat werk in uw koninkrijk zijn voortgang mogen blijven vinden, Heren. Wij danken u dat daar ook broeders en zusters die te maken hebben met een handicap,
uw woord op een eenvoudige manier mogen horen in een dienst waarin ze elkaar ook ontmoeten in en rondom de dienst. Heren, wilt u ook dat werk zegenen? En zegent u ook alle die daarbij betrokken zijn? Heren, wilt u zo ons een goede dienst geven, tot eer van uw heerlijke naam? Hoor naar onze gebeden, in de naam van Christus alleen. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, vandaag is het oudjaar. Nee, ik ben niet in de war. Dat zou je zomaar kunnen denken natuurlijk. Dominee, oudjaars, oudjaarsdag, dat is met vuurwerk, dat is met oliebollen. Nou, dat is er allemaal niet. Oliebollen kun je al wel kopen, maar ik denk niet dat jullie vader ze gisteren in de schuur heeft gebakken of zo. En toch is het een beetje oudjaar in de kerk. Want het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zo noemen we dat. En dat noemen we ook wel de eeuwigheidszondag. Vandaag gaat het erover dat de Heer Jezus terug zal komen en dat wij onze verlossing van hem mogen verwachten. En volgende week zondag is het dan eigenlijk nieuwjaarsdag. De eerste zondag van het nieuwe jaar, dat noemen we ook wel de eerste zondag van Advent. En bij Advent, dan denken we eraan dat het kerstfeest gaat worden. Dat de Heer Jezus gekomen is in de stal van Bethlehem. En dan gaan we in deze weken en ook vandaag al lezen in het Bijbelboek Rut. Misschien kennen jullie het verhaal van Rut wel. Rut en ook Naomi. Vanmorgen gaat het vooral over Naomi. Ze gingen op reis naar Bethlehem. Hetzelfde Bethlehem als waar later, veel later, de Heer Jezus geboren zou worden. Maar ook zij gingen naar Bethlehem om een nieuwe toekomst te zoeken. Dat de Heere God voor hen zou zorgen. Een toekomst die vol zal zijn van zijn verlossing. Nou, daar gaan we vanmorgen en ook de komende weken naar luisteren. Gemeente, we hopen dit Bijbelboek open te slaan. En we gaan zo dus ook op weg naar Bethlehem. We mogen als het ware met Naomi en Rut mee naar Bethlehem om daar de verlosser te vinden. En het thema voor de serie preken in Advent en ook vandaag is dan ook de verlosser van Bethlehem. En vandaag is het thema voor de preken, deelthema op weg naar verlossing. Laten we met elkaar gaan lezen in Rut 1. Rut 1 is de schriftlezing voor vanmorgen. En als we dat hebben gelezen, willen we met elkaar gaan zingen. Uit Psalm 25, vers 8 en vers 10. Ik zei al, het zal vanmorgen met name gaan ook over Naomi. En dan zingen we met Psalm 25, vers 8. Zie op mij in gunst van boven, wees me toch genadig, Heer. Want eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Naomi heeft ook heel wat ellende mee te dragen. We lezen Rut 1. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. En daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. En de naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Giljon, Efratitin uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. En ze bleef achter met haar twee zonen. En die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. En zo bleef de vrouw achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte ze zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab, want ze had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. En daarom trok ze weg uit de plaats waar ze geweest was, en haar twee schoondochters gingen met haar mee,
En toen ze op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters: ga heen, keer terug. Ieder naar het huis van zijn moeder, van haar moeder. Mogen de Heere jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. En toen zij hem kuste, begonnen ze luid te huilen. En ze zeiden tegen haar: voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei: keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters. Ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop. En al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben. Ja, zelfs zonen baren. Zouden jullie dan wachten tot ze groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. En toen begonnen ze opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder. Maar Rut klampte zich aan haar vast. En daarom zei ze: zie, je schoonzus is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzus achterna. Maar Rut zei: dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. En de Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. En toen ze zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield ze op tot haar te spreken. En zo gingen ze samen verder, tot ze in Bethlehem kwamen. En het gebeurde toen ze Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden: is dit Naomi? Maar zij zei tegen hen: noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? En zo keerde Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter. En ze keerde uit de vlakte van Moab terug en ze kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst.
Gemeente, na het amen van de preek willen we antwoorden met Psalm 130, het eerste, het derde en het vierde vers. Psalm 130, 1, 3, 4. Na de preek. En we letten op Rut 1, de versen 20 en 21, waar Naomi zegt tegen de kennissen die haar weer zien als ze terugkeert in Bethlehem: noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heer tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Het thema voor de preek is op weg naar verlossing. Tweetal gedachten, uitgeblust verlangen en een hoopvol vermoeden. Op weg naar verlossing, uitgeblust verlangen en hoopvol vermoeden. Weet u, kunt dat niet gemist hebben, dat in de afgelopen week de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn geweest. En als u stemgerechtigd was, dan hoop ik dat u gebruik gemaakt heeft van uw democratisch recht, dat je ook wel als een plicht zou mogen opvatten om die stem ook uit te brengen op een van de kandidaten. Het was immers een groot goed dat wij in ons land één keer in de vier jaar, en soms moet dat al eerder, onze stem kunnen uitbrengen. Maar waar laat je die stem dan door bepalen? De uitslag afgelopen week die laat een grote aardverschuiving zien in het politieke landschap. Zo wordt dat door allerlei commentatoren genoemd. Uit het niets is de PVV van Geert Wilders met afstand de grootste partij geworden. En ook de partij van Pieter Omtzigt, die ging van 0, nou ja, 1 misschien dan, naar 20 zetels. In één keer heel groot. En het is niet voor het eerst dat dat gebeurt. Dat een partij van klein naar heel groot gaat. Bij de laatste verkiezingen van de Provinciale Staten was dat de Boer-Burgerbeweging. In één klap heel groot. En eerder hebben we dat meegemaakt met Forum voor Democratie. Eerder ook met de VVD. En wie herinnert zich misschien nog de lijst Pim Fortuyn, die na de verkiezingen in het jaar 2002 van in één klap 26 zetels haalde. Gemeente, veelal is het dan wel hetzelfde liedje. Zo'n partij, zo'n partijleider, die wordt in één keer groot gemaakt, die schiet als een raket omhoog. En even lijkt het alsof hij het helemaal is, alsof zij het helemaal zal gaan doen. Maar even later, dan komen er ook de teleurstellingen. En bij een volgende verkiezing kan zo'n partij plotseling zomaar weer heel klein worden. En dan wordt er weer een andere partij heel groot. Het is opgaan, blinken en verzinken. Want, zeggen duiders, heel wat kiezers zweven. Er zijn heel wat mensen die niet vast op één partij stemmen, zoals dat vroeger doorgaans het geval was. Mensen bepalen per verkiezing hun stem en soms gebeurt dat pas als ze in het stemhokje staan. Maar waar laten die mensen dan hun stem door bepalen? Natuurlijk. Vaak speelt de persoon van een lijsttrekker een grote rol, hoe die het doet in de debatten en welke beloftes die geeft. Maar gemeente, daar zit ook nog wat onder, denk ik. Kennelijk zijn veel mensen ergens naar op zoek. En dat gaat breder dan alleen maar die groep die ze dan zwevende kiezer noemen. Want gemeente, hoe hebben wij eigenlijk onze stem bepaald afgelopen week? Waar was u, waar was jij naar op zoek? In het stemhokje toen je dat ene bolletje rood kleurde voor de kandidaat van je keuze. Maar is het niet zo dat we dan doorgaans hopen op verbetering of verandering? En dat je daarbij dan ook zeker aandacht hebt voor je eigen situatie, je eigen belangen. Dat je het financieel ruimer krijgt. Dat het stikstofprobleem wordt opgelost. Dat je als slachtoffer van een toeslagenaffaire recht gedaan zult worden.
of dat het christelijk en reformatorisch onderwijs kan blijven voortbestaan. En wellicht denk je dan niet alleen aan jezelf, maar ook breder aan anderen in je omgeving of aan Nederland, het belang wat we met elkaar hebben. Misschien ook aan Europa, misschien zelfs wereldwijd, de problemen die er ook wereldwijd zijn en hoe daar de verschillende partijen zich in positioneren. Maar gemeente, die dingen daar aan de rand, die zijn vaak al wel verder van ons bed, letterlijk. Is het niet zo dat vele stemmers, en u misschien ook wel, toch vooral op zoek zijn geweest naar verbetering, verandering, ja, naar verlossing? Ik gebruik dat Bijbelse woord maar even. Is verlossing niet de kern van dat verlangen? Dat die partij, dat die leider mijn problemen gaat oplossen. Of de problemen waar ik me zorgen over maak. En gemeente, als je dan ziet dat bij elke verkiezing, zo lijkt het wel, weer een volgend iemand op het schild gehesen wordt, dan wordt er eigenlijk weer een volgende verlosser aangesteld. Nou moet hij het doen. U moet ons verlossen. En keer op keer valt het tegen. Want gemeente, verlossing en werkelijke vrede en tevredenheid die daaruit voortkomen, die je dat brengt, die vind je niet in een volle portemonnee. Jongelui, zodra je portemonnee voller zit, dan zul je hem nog voller willen hebben. En je vindt het ook niet in jouw idealen, als die zijn verwezenlijkt. Want dan zullen er weer nieuwe idealen zijn waar je achteraan gaat. En je vindt het zelfs niet in iets als dat je bestaanszekerheid gegarandeerd zou worden. Ook al is dat natuurlijk een belangrijk iets voor politici. Maar gemeente, in ons hart zit een leegte. En wat je er ook in stopt, het is als zo'n zwart gat wat ergens in het universum is. Het raakt nooit vol, het raakt nooit verzadigd. Er is er maar één die dat echt vullen kan. En dat is de Heere God. Dat is de genade en de vrede van Jezus Christus. Alleen Hij is een echte verlosser die nooit teleurstelt. En die bij machte is om je vrede en vrijheid en vreugde te geven die nooit overgaat. Maar zoeken we het dan ook bij Hem? Op zoek naar verlossing. Gemeente, daar gaat het in Rut 1 ook om. Het boek Rut speelt zich af in de tijd van de richters. Dat zijn de leiders in Israël die door de Heere werden geroepen, steeds weer een ander, om orde op zaken te stellen. Want in het boek Richteren is het ook een telkens weer hetzelfde liedje. Nog niet zo lang geleden hadden de Israëlieten het beloofde land Canaan ingenomen. God had zijn belofte vervuld. Hij had ze door de woestijn daar gebracht. En onder leiding van Jozua was het in bezit genomen. Verlost uit de slavernij. En nu in dat land dat overvloeit van melk en honing. En daar mochten ze wonen onder de goedheid en de zegen van de Heere. Daar mochten ze weer iets gaan proeven van het paradijs. Maar hoe anders gaat het? Want in het boek Richter is het een repeterende breuk. Steeds als het volk die voorspoed heeft, ja, dan vergeten ze de Heere God. Dan denken ze dat het allemaal vanzelf is. En dan verlaten ze hem, dan dienen ze hem niet meer. En dan laat de Heere God de vijanden komen. Als een oordeel. En die maken van dat land van melk en honing een slagveld. Waar het bloed vloeit. En waar schaarste en honger is. En waar je bewust wordt dat paradijs verloren is. En dan komt het volk tot inkeer. En ze roepen tot de Heere om verlossing. En in zijn geduld en zijn genade stuurt de Heere dan ook een verlosser, een richter. En die stelt orde op zaken. Die brengt het volk weer terug bij de Heere. Die verslaat de roversbende die het land leeg plunderen. En dan kennen ze weer voorspoed. En dan gaat een tijdje goed en dan begint het weer van vooraf aan.
En gemeente, het is ergens in die tijd dat we twee vrouwen tegenkomen. In Rut 1, ze zijn op reis. Voor de ene, Naomi, geldt dat het op de terugreis is. Want zo'n 10 jaar eerder had ze op dit pad waar ze nu loopt ook gelopen. En toen in omgekeerde richting. Samen met haar man Elimelech en de twee jongens, Machlon en Giljon, waren ze gaan emigreren. Ze hadden hun woonplaats Bethlehem verlaten. Bethlehem, dat is een sprekende naam, dat betekent broodhuis. Maar er was in het broodhuis geen brood meer. Er was hongersnood gekomen. Ongetwijfeld als het oordeel van God, omdat opnieuw het volk Israël hem had verlaten. En wat doe je dan als gezin? Wat doe je dan als volk? Ja, dan moet je natuurlijk eigenlijk doen wat ook steeds wel is gebeurd in die richtere tijd, namelijk dat je op je knieën gaat. Dat je tot inkeer komt en dat je tegen de Heere God zegt, Heere God, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. We hebben als uw volk uw wegen verlaten. U had beloofd dat we, als we in uw wegen zouden gaan, dat we dan juist gezegend zouden worden. Maar we zijn onze eigen weg gegaan. We zijn er gemakkelijk in geworden in het dienen van u. We zijn er slordig in geworden. Ja, ook ik ben meegegaan in die stroom van ongerechtigheden. Maar gemeente Elimelech en Naomi, die hadden iets anders gedaan. In plaats van te knielen, op hun knieën, hadden ze de benen genomen. 10 jaar geleden waren ze geëmigreerd naar Moab. Het land aan de overkant van de Jordaan en de Dode Zee. Een van de aartsvijanden van Israël. Waar de afgod Kamos wordt vereerd. Het land van de Moabieten, waar over wie in Deuteronomium 23 de wet van de Heere zegt dat een Moabiet nooit en te nimmer in de gemeente van de Heere mag komen. Die horen er nooit bij. Over hen zal de Heere zich niet ontfermen, staat er. Daar waren ze naartoe gegaan. Samen met hun zonen. En zoals dat dan gaat, die zonen die gaan zich daar vestigen en die worden verliefd op Moabitische, ongelovige meisjes. En daar trouwen ze mee. Maar hoe zal de huisgodsdienst er hebben uitgezien? Nou ja, er komen geen kinderen in die gezinnen. Hoe was dat anders gegaan? De gemeente, dit alles roept de vraag op: hoe zit het nou eigenlijk met het geloof van dit gezin? Met het leven met de Heere God. Elimelech, Naomi en hun zonen, ze zijn onderdeel van Israël, het volk van God, het volk van het verbond. Maar in plaats van dat ze ook echt aan hem verbonden zijn en dat ze het van hem verwachten, gaan ze naar Moab. In plaats van dat ze zou hebben gezegd, nu is er honger. Maar dat is omdat we de Heer hebben verlaten. We moeten naar hem terug. En dit is wel het land van zijn belofte. Hij heeft beloofd dat hij ons hier zal zegenen. Met in plaats van dat ze zich verootmoedigen onder de oordelen van God, zijn ze dat oordeel ontvlucht. En in plaats van hem uitkomst te verwachten, hebben ze hun eigen oplossing op verlossing. We gaan naar Moab. Moet je het ze kwalijk nemen? Nou, als je honger hebt, gemeente, dan is het een kwestie van overleven. Dat is duidelijk. En in Moab is wel voedsel, dan begrijp je het toch wel. Misschien dat er hier vaders zijn die zeggen, nou, als ik in Elimelech zijn schoenen had gestaan, had ik hetzelfde gedaan. Je moet je gezin eten geven. Je moet voor ze zorgen. Ik had het ook gedaan. En toch, gemeente, is hier niet ook iets in getekend van het leven van een gezin en een gezinshoofd
dat los is komen te staan van een levende omgang met de Heer. Een leven in zijn nabijheid, bij zijn beloften, die er zijn voor Bethlehem, maar juist niet voor Moab. Dat had Elimelech, zijn naam betekent God is koning, mijn God is koning. Dat had Elimelech kunnen lezen in zijn Bijbel en dan had zijn God koning moeten zijn. Dat verlossing alleen te vinden is bij hem. Als je in verbondenheid met hem leeft. Maar Elimelech en Naomi, ze wandelen gewoon letterlijk bij Gods beloften vandaan. En waar hebben ze hun zonen aan blootgesteld door die keus te maken? Ouders, bedenk, als je je kinderen voorleeft, dat je op het moment dat het erop aankomt, vooral jezelf moet zien te redden. Als je je kinderen voorleeft, dat de Heer er natuurlijk wel is. En dat zijn naam wel aanwezig is in je huis. Maar dat het eigenlijk losstaat van je dagelijkse levenspraktijk. Als hij ze het signaal geeft. Geloven is eigenlijk een soort formaliteit. Als de naam van God vooral een soort begrip is geworden. Maar niet de levende in de hemel van wie je het moet verwachten. Dan moet je er niet gek van opkijken. Dat je kinderen geen levende relatie met hem zullen hebben. Dat ze zo zijn afgehaakt. Dat ze zo hun eigen weg gaan, omdat het voor hen als iets leegs zal voelen. Met te geloven, leven met de Heer als iets wat misschien een mogelijkheid is, maar je kunt het ook niet doen. En gemeente, ook Naomi's geloof is hierin meegetekend. Want als je haar dan 10 jaar later opnieuw tegenkomt op weg van Bethlehem naar Moab, maar nu in omgekeerde richting, de terugweg, dan is het niet veel verbeterd bij haar. Het is er eigenlijk slechter op geworden. Want Naomi heeft in Moab veel meegemaakt. In die 10 jaar dat ze daar gewoond hebben, heeft ze vooral veel verdriet gekend. Elimelech, haar man, is overleden. Vervolgens gingen haar beide zonen trouwen. En dan denk je, nou ja, dat is mooi. Dat is weer toekomst. Maar voordat er kinderen komen, zijn die 2 jongens ook overleden. 3 keer staat ze aan de rand van het graf. En ja, ze heeft 2 schoondochters eraan overgehouden. Orpa en Rut, en die zijn goed voor haar. Maar echt troost kunnen ze haar niet geven. En gemeente, heeft Naomi zich dan op dat moment misschien tot de Heere gewend om hulp? Heeft ze in dat verdriet een schuilplaats bij hem gevonden? Want gemeente, dat is toch zoals dat kan zijn en zoals het mag zijn. Dat weten velen hier in de gemeente ook. Dat je bij tijden heen en weer geslingerd kan worden als je een geliefde hebt verloren. Daar kunnen de momenten zijn dat het verdriet en het gemis weer over je heen spoelt. Maar dat je dan te midden van dat alles je aan de Heer mag vastgrijpen. En dat je dan toch iets kunt ervaren. Maar hem raak ik nooit kwijt. Hij haalt me er doorheen. Meten van dat alles merk je bij Naomi niets. Naomi is alleen maar bitter geworden. Nog steeds neemt ze de naam van de Heere wel in de mond. En dit keer heeft die naam ook wel een bepaalde inhoud en betekenis. Misschien wel meer dan 10 jaar geleden. Maar wie is die voor haar? Nou gemeente, er zijn 2 momenten in dit hoofdstuk die verraden hoe ze over hem denkt. Allereerst als ze de schoondochters toespreekt en er bij hen op aandringt, ga toch terug naar Moab. Ga terug. Orpa en Rut, ze zijn een heel eind met de schoonmoeder meegegaan. Dat is lief dat ze dat doen. Als iemand zoveel verdriet heeft, zoveel heeft meegemaakt, dan is het zo belangrijk dat je er voor zo iemand bent. En dat hoeft niet te zijn met allerlei woorden en adviezen, maar gewoon met iemand oplopen. Er voor iemand zijn. Maar gemeente, als ze dan in de buurt van de grens komen, dringt Naomi erop aan.
Ga toch terug. Gaan jullie toch terug naar Moab. Je eigen land waar je alles kent, waar alles vertrouwd voor je is. Waar je vast ook nog een man kunt tegenkomen waar je opnieuw mee trouwen kunt. Ga niet met mij mee. Laat mij maar gaan. Ik ben te oud om nog zonen te krijgen. En ze spreekt er een zegenwens bij uit. Vers 9. Mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden. Ieder in het huis van haar man. En als Orpa en Rut dan toch bij haar willen blijven. Dan dringt ze er nog sterker op aan. Ga toch terug. En aan het eind van vers 13 klinkt de echte reden. Neem mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen me uitgestrekt. Naomi is nou niet echt een wervend gelovige, vindt u wel? Ze heeft hier nou niet echt de gave van een evangelist. In plaats van dat ze blij is dat Orpa en Rut met haar mee willen naar haar volk. En dat is toch het volk van de Heere God. En dat ze dat ziet als iets wat God haar ook geeft. Dat die twee schoondochters voor haar zullen zorgen, kunnen zorgen. Nee, gemeente, in plaats daarvan zegt ze, doe maar niet. Liever niet. Ga maar niet mee. Alsof iemand zegt, mag ik eens met je mee naar de kerk? En dat je dan tegen zo iemand zegt, nee, doe maar niet hoor. Liever niet. Bent afhoudend. En gemeente, opnieuw zou je kunnen zeggen, ja, je begrijpt het wel. Dat Naomi zo bitter is geworden, ja toch? Als je 3 keer aan het graf hebt gestaan van je man en van je 2 zonen, notabene. Dan word je toch bitter. En gemeente, dat laat ook het tweede moment zien. Als ze dan in Bethlehem binnenkomt en de kennissen haar na 10 jaar weer terugzien. En ze zeggen tegen elkaar, is dit Naomi? Wat ziet ze eruit? Getekend. En dan zegt Naomi, ja, noem me ook maar geen Naomi meer. Naomi, gemeente, dat betekent liefelijke, beminde. Iemand die bemind wordt. Dat was ze ooit. Elimelech had van de rouwen. De zoon ongetwijfeld ook. Maar daar zit hem nou juist de pijn. En daarom zegt ze, noem me maar geen Naomi meer. Maar Mara. Bitterheid. Betekent dat. Want het ergste is nog wel dat God mij niet bemind heeft. De Almachtige heeft me grote bitterheid aangedaan. Nou, je kunt begrijpen, toch? 3 keer aan het graf. En dan komt ze terug in Bethlehem. Met alleen Rut. Vol ben ik weggegaan, zegt ze. Maar Naomi, wacht even. Je had een lege maag. Maar leeg is ze teruggekomen. Dit is echte leegte. Zonder man. Zonder kinderen. En nu bitter. Geen enkele hoop. Geen enkele verwachting. Ook niet van de Heere God. Gemeente, Naomi die is zo ver gezakt in de put van haar depressie en haar rouw en haar verdriet en haar negativiteit. Ze is zo ver gezakt dat ze de Heere God alleen nog kan zien als de Almachtige. Zo noemt ze hem 2 keer. Die vanuit de hoge haar zoveel leed heeft aangedaan. Dus niet een rots om in te wonen, een schuilplaats waar je hart steeds toevlucht vindt in smart. Niet een God die jou toch ondanks alles in liefde bemint. Waardoor je jezelf toch Naomi zou kunnen noemen, beminde door hem. Nee, een God die bitter maakt. Een Almachtige die je kwaad aandoet. In Naomi's woorden klinkt een bitter verwijt aan zijn adres. Zover kan het met een mens komen. Dat je verlangen naar verlossing compleet is uitgeblust. En er schijnbaar niets meer is in je dat zich nog zou kunnen uitstrekken. Naar de toekomst.
naar iets beters. Naomi, gemeente, is zo door al het leed overspoeld dat ze al haar hoop heeft verloren. En nou is het vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een zondag waarbij we stil mogen staan bij de wederkomst van de Heer Jezus. Wat we mogen verwachten, wat u, wat jij mag verwachten, door het geloof in Christus' naam. Dat hij terugkomt en dan alles nieuw zal maken. En dat de dood er niet meer zal zijn en geen rouw en geen verdriet. En dat hij verlost en dat hij redt uit alle nood. En gemeente, volgende week is het 1 Advent. Tijd van verwachting, ook daar. Een tijd waarin nou juist het evangelie mag klinken. Dat het zo niet hoeft, Naomi. Dat het zo ook niet is. Dat God maar niet die afstandelijke, almachtige is, die eigenlijk wel heel veel weggeeft van de god Kamos van Moab. Want Kamos, dat betekent de onderwerper. Nou, dat is een tiran-god. Dat is een god die je eronder brengt. Dat is een god die zelfs kindoffers eiste. Niets ontziend. Nee, zo is de Heer niet. Niet ver weg. Hij werd mens. In zijn Zoon Jezus Christus kwam hij naar de aarde om onder ons te wonen, om te delen in ons lijden. Om er niet meer kennis van te nemen, van al je rouw en verdriet en depressie. Nee, hij bleef niet op afstand. Hij kwam om het te dragen, om het zelf te doorleven, ja, om het zelfs de allerdiepste zwaarte van je over te nemen. Hij kwam nou juist om naast Naomi's te staan en te gaan, die zo diep getroffen zijn dat ze alle hoop hebben verloren. En hij is gekomen om het tegen u en mij dan te zeggen: geef mij het maar. Ik ga dragen. En dat heeft hij gedaan. En hij stierf van het kruis en stond op de derde dag op uit de dood. En gemeente, daarom is het eeuwigheidszondag. Er is wat te verwachten. Een heerlijke toekomst voor al Gods kinderen. En als jouw verwachting nou gericht is op mensen, op misschien wel een politicus, als het mensen zijn, of dingen zijn die jou gelukkig zouden moeten maken. Die leegte in je hart zouden moeten gaan vullen. Dan zegt hij vandaag tegen u en jou: bij mij moet je zijn. Alleen bij mij is verlossing en vrede en rust. In de wonden van mijn sterven ligt jouw heil. Bekeer je van die wegen. Ga niet naar Moab. Leid je gezin daar niet naartoe. Zoek het in Bethlehem. Dat is de plek van Gods belofte. En als het nog anders is in uw leven, als je zoals Naomi op al die plekken waar je het zocht zo teleurgesteld bent geraakt, als je zo bedrogen bent uitgekomen met alle geluk dat de wereld je had beloofd en waar je het van verwachtte, dat je er bitter en gelaten en onverschillig van geworden bent. Ja, gemeente, dan wordt u ook geroepen tot bekering. Tot bekering tot Jezus Christus, tot zijn werk, tot de hoop die er in hem is, omdat hij alles heeft volbracht. Hij die nou juist in Bethlehem kwam liggen in een kribbe, opdat er verlossing zou zijn, opdat je bewaard zou worden voor de bitterheid en de leegheid en het cynisme. Maar dat er in het duister van al je lijden en al je verdriet een licht zou gaan stralen. Een licht dat warmte geeft, dat hoop geeft
Ja, dat hij het zegt. Wie in mij gelooft, zal eeuwig leven. Wie op mij vertrouwt en met me leeft, die komt thuis. Thuis bij mij. In Bethlehem, in een stal. Ja, meer nog. In het hemels Jeruzalem. Meten, je zou het Naomi wel willen toeschreeuwen, toch? Naomi, niet doen. Niet weggaan naar Moab. En als ze op de terugweg is, dat je tegen Naomi zou willen zeggen: goed zo, Naomi. Ga maar naar Bethlehem. Daar moet je zijn. Daar zal God verlossing geven. Verwacht het daar van hem. Ja, je zou het toch ook tegen Rut willen zeggen. Rut, laat je niet te veel meeslepen in die geestelijke depressie van je schoonmoeder. Die geestelijke donkerte. Verwacht het van Israëls God. Nou ja, kun je het van Rut verwachten dat ze dat begrijpt? Want dan kom ik nog kort bij het tweede. De volgende keer zal het breder gaan over Rut. Hoopvol vermoeden, je kunt het van Rut toch eigenlijk niet verwachten dat ze met Naomi meegaat. En dat ze zegt wat ze in vers 16 zegt. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Die bekende tekst. Maar wat is het nou geweest in Ruts ziel? Dat ze ertoe gekomen is om dit te zeggen. We weten niet hoe de Heilige Geest dat bij haar heeft gedaan van binnen. Maar dat hij het gedaan heeft is zeker. Rut stelt haar vertrouwen op de God van Israël. Gemeente, er leeft in Rut iets van een vermoeden. Daar kan ik het beste zijn. Daar moet het beter zijn dan in Moab, waar ze is opgegroeid. Waar ze alles kent. Het is bij Rut meer dan alleen maar dat ze voor Naomi zal blijven zorgen en dat ze bereid is met haar mee te gaan. Het is een persoonlijke belijdenis. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Ja, maar ze is toch Moabitisch? Ze mag toch helemaal niet in de gemeente van God komen, Deuteronomium 23. Ja, gemeente, wat is het geweest? Dat Rut dat naar zich neer heeft gelegd, misschien kende ze die tekst helemaal niet. Doet ze gewoon een beroep op de barmhartigheid van de Heer, want dat is eigenlijk wat ze gaat doen straks. Misschien kende ze die andere wetten van de Heer wel. Die gaan over het huwelijk. En over wat er moet gebeuren als een jonge vrouw zoals Rut in Israël alleen komt te staan en weduwe wordt. Dat er dan zorg moet zijn voor zo iemand. Dat er dan een verlosser moet komen die haar trouwt wellicht. En dat ze niet aan haar lot wordt overgelaten, maar nieuwe toekomst krijgt. Heeft Rut het ergens van binnen geweten, gemeente, die God van Israël, die God van mijn schoonfamilie? Die is toch wel heel anders dan die God waarbij ik ben opgevoed, Kamos, die tiran. Heeft Rut iets vermoed? Dat er bij de God van Israël genade en ontferming en heil te vinden is. En dat je het dus daar moet zoeken. En heeft de Heere dan, dwars door alles wat er misgaat en mis is gegaan in dit gezin, van Elimelech en Naomi, dwars daar doorheen toch gewerkt. Want laat dat dan ook een troost zijn voor alle ouders die voor zichzelf weten, we komen schromelijk tekort in het opvoeden van kinderen, in het voorleven van het leven met God. We dragen schuld hoe we dat hebben gedaan. Laat het tot troost voor u zijn dat het voor de Heere niet onmogelijk is om dwars door alles heen, na misschien wel vele jaren, zijn werk te doen in het hart van je kinderen. In Rut leeft een vermoeden. Veel meer is het misschien niet. Zo begint het ook vaak bij mensen die niet bij het geloof zijn opgevoed, maar die het dan gaan zoeken en onderzoeken.
En als dat voor u geldt, die vanmorgen in de kerk, als je er niet bij opgevoed of als je thuis de dienst mee bekijkt op afstand, mag ik je dan uitnodigen? Want je bent op de goede weg. Ga eens naar Bethlehem. We gaan naar kerst. Hier in de kerk. Je hoeft niet letterlijk er naartoe, maar ga naar de God van Bethlehem. Naar die plek waar die geschiedenis van het kind van Bethlehem wordt verkondigd. Want je zult merken, bij hem, bij die God is iets te vinden wat je nergens anders vinden kunt. Gemeente, in het evangelie van de naam van Jezus Christus, daarin vind je nou precies wat de leegte in je hart kan vullen. Ook als die leegte er gekomen is en dat gat geslagen is door alles wat je hebt meegemaakt, door al je trauma's, je verdriet en je wanhoop. Het kind van Bethlehem is namelijk de weg gegaan om ook u en jou vrede te geven. Diepe vrede, omdat hij zegt, maar wat er ook gebeurt, ik laat je nooit los. Wie in hem gelooft, gemeente, die zakt er nooit doorheen. Al is de put nog zo diep, hij, Jezus, is nog dieper gegaan. Hij stierf zonder nog dat God zijn vader hem vasthield. En daarom, hoe diep je ook zit, hij is nog dieper gegaan. Opdat je door hem nooit losgelaten zou worden. En hij draagt je omhoog naar het licht. Gemeente, dat is het evangelie van vanmorgen. Neemt u het mee? Leef je erbij? Zingt u het mee? Dat zouden de woorden van Rut kunnen zijn. Ik blijf de Heer verwachten. Ook al weet ze nog een heleboel vast niet, hè, van hem. Een hoopvol vermoeden, meer niet. Heel wat groei en verdieping kan er nog komen. Maar toch al dit. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wacht eens op de morgen. Ach, wanneer? Amen.
Gemeente, laten wij nu danken en bidden. Heren, wij komen tot u om uw naam te danken voor alles wat u ons gaf in deze dienst. Dat er wat te verwachten is, heren, dat er verlossing is voor allen die juist ook zo zijn getroffen door het verdriet en het leed. Maar heren, ook voor hen die u zijn kwijtgeraakt. Als we eigen wegen hebben gekozen. Als we naar Moab zijn gegaan. Heren, wij bidden u. Wilt u toch met uw Heilige Geest in ons werken dat we zicht mogen krijgen en zicht mogen houden op u, Heer Jezus, het kind van Bethlehem. Dat kwam om te verlossen. Zoals geen aardse verlossers dat konden. Heren, we mogen het van u verwachten, Heer Jezus. En wilt u zijn bij hen die in hun verdriet tot u de toevlucht nemen? Wilt u zich in het bijzonder, heren, ook over hen ontfermen die zich in Naomi herkennen, omdat ze het zelf hebben meegemaakt? Als we kinderen hebben verloren, soms ook ongeboren, in de moederschoot. Heren, u kent het verdriet, u kent de pijn. U weet, heren, hoe we daarin ons ook eenzaam kunnen voelen. Maar weest u om dan, heren Jezus, ons licht? Wilt u ons dan vertroosten met dat evangelie, heren, dat er hulp is en kracht? Omdat u ons nooit loslaat. Heren, wij danken u voor wat u ons in deze dienst wilde geven. We danken u, heren, dat we zo ook op weg mogen gaan naar Bethlehem in de aankomende periode van Advent als die aan zal breken volgende week. Heren, laat uw evangelie voor ons in zijn volle rijkdom zichtbaar mogen worden. En geef dat we ons daaraan mogen geven. Heren, dat we daarin ook de weg met u mogen gaan. Weest u, heren, bij ouders in de opvoeding van hun kinderen. U weet, Heere God, hoe gemakkelijk we een verkeerd voorbeeld kunnen geven. En ook als ouders zijn we bepaald niet volmaakt in het voorleven van de dienst aan u voor onze kinderen en het meenemen van hen daarin. Maar Heere, wilt u dan onze tekortkomingen zegenen en wilt u het goede dat er is? Wilt u onze tekortkomingen wegnemen en wilt u het goede dat er is dan ook genadig zegenen? Heren, weest u met jongeren en met kinderen van de gemeente. Geef, heren, dat ze u zullen vinden en wilt u in hun leven ook werken. Heren, wij bidden u of u ook wil zijn bij de zoekers, die net als Rut misschien nog lang niet van alles weten en er niet bij opgevoed zijn, maar die een vermoeden hebben gekregen dat er bij u iets te vinden is, Heer Jezus, dat nergens anders te vinden is. Trouwe Vader, wilt u geven dat ze u ook mogen vinden. En brengt u hen mensen op het pad, die hen daarin ook de weg mogen wijzen. Zegent u daartoe ook, Heer, alles wat in onze gemeente gebeuren mag. Ook met het oog op evangelisatie in de poster, maar ook vanuit de gemeente, de cursusgroepen die er zijn. Heren, wilt u ook daar met uw Heilige Geest aanwezig zijn? Gaat u met ons mee als we naar huis gaan? Beveilig ons over de wegen. Geeft u ons een goede zondag en breng ons vanmiddag weer hier in uw huis. Hoor naar onze gebeden in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven voor de dienst in Gods Koninkrijk en de voortgang daarvan. En wij zingen tot slot uit Psalm 71, het tweede en het 17e vers.
Ga in vrede en draag met u Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.